Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weersverwachting van Weerplaza. We zitten al enkele weken met een koude periode. Het is vaak winterweer met lage temperaturen, af en toe wat sneeuw. En niet alleen bij ons is dat het geval, maar een groot deel van Europa heeft met die koude lucht te maken. En her en der is ook echt veel sneeuw gevallen de afgelopen week. Er zit wel een verandering aan te komen. Het winterweer wordt langzaam richting het oosten teruggedrongen de komende tijd. En in deze video gaan we kijken of februari nog wat kansen maakt op opnieuw een koude uitbraak in onze omgeving. Nou, voorlopig hebben we te maken met een westelijke stroming, waarin die koude lucht bij ons zich nog wel bevindt, maar langzaam naar het oosten wordt weggeblazen. En vooral begin volgende week komt een hele krachtige west-zuidwestelijke stroming bij ons te staan, met misschien ook wel een keer ergens in het land storm. Maar ook op de langere termijn zien we dat in grote lijnen die westenwind blijft doorstaan. En niet alleen bij ons, maar die zachte lucht, die zachte oceaanlucht, wordt helemaal tot in het oosten van Europa geblazen. Met daar dus ook afsmelt van het sneeuwdek dat op veel plaatsen aanwezig is. De enige koude lucht blijft helemaal in het noordoosten boven Rusland liggen en boven Scandinavië. Daar valt de neerslag wel van tijd tot tijd als sneeuw. Kijken we dan naar deze kaart voor volgende week, de verwachte luchtdrukafwijking. Dan zitten we hier boven Zuid-Europa nog steeds met heel veel hoge druk. Dat is eigenlijk al een tijdje zo. Het is daar op veel plaatsen ook behoorlijk droog. Boven het noorden en noordwesten van Europa zien we blauwe kleuren. Daar overheerst de lage druk. En rondom die witte band hier ligt zo'n beetje de straalstroom in de buurt van onze omgeving dus, met de passage van een paar actieve lage drukgebieden. En vooral maandag zou dat dus kunnen leiden tot storm in een deel van Nederland. Nou, ook Denemarken, het noorden van Duitsland en zo verder richting het noordoosten. Daar is het van tijd tot tijd flink onstuimig met veel wind en dus beduidend hogere temperaturen. En die temperatuurkaart, ja, die ligt er niet om volgende week. De afgelopen weken was de kaart vaak blauw, maar dat is volgende week niet meer het geval. Rode kleuren verspreiden zich eigenlijk tot tegen Rusland aan. Dat betekent temperaturen ruim boven het langjarig gemiddelde voor eind januari. In onze omgeving ligt die gemiddelde temperatuur overdag rond een graad of 5. In de nachten rond of iets boven het vriespunt. Maar volgende week komen we daar toch makkelijk gemiddeld een graad of 5 boven. En dat betekent dat we overdag van tijd tot tijd dubbele cijfers kunnen gaan halen. In het zuiden van Nederland misschien zelfs wel een keer een graad of 13. Nou, ook richting de Alpen en richting het midden en zuiden van Europa is het ronduit zacht volgende week met vrij hoge temperaturen. De enige kou die we nog zien is wat meer boven Zuidoost-Europa. Daar bevindt zich nog een gebied met temperaturen iets beneden normaal. En daar zou de neerslag ook nog soms in de vorm van sneeuw kunnen vallen. De pluim voor Nederland zelf, de temperatuurpluim. Dan zien we dat we tot en met zondagochtend eigenlijk nog met koude lucht te maken hebben. Temperaturen in het oosten van het land ook soms iets onder nul. Maar daarna volgen een paar flinke hobbels naar boven met waarden ruim boven de 10 graden op sommige plaatsen. En in de loop van de termijn zien we dan dat die zachte lucht zich waarschijnlijk wel handhaaft. Er is weinig onzekerheid, weinig spreiding, alleen de nachten kunnen op termijn wat kouder worden. En dat komt omdat het dan iets stabieler lijkt te worden. Wat meer opklaringen dus, wat meer rustige nachten en dan kan het zeker eind januari, begin februari altijd wel een paar graden vriezen. Echt winterweer, ja, dat zit er voorlopig gewoon niet meer in. Het is ook al een tijdje redelijk droog in onze omgeving. Af en toe vallen wel een paar winterse buien, maar de neerslaghoeveelheden zijn niet echt groot geweest. Niet zoals eerder deze winter. Nou, dat gaat komende week veranderen. We zien met de passage van die lage drukgebieden een groot gebied met een neerslagoverschot ontstaan. Meer neerslag dus dan gemiddeld volgende week. En op sommige plaatsen zou dat best eens een millimeter of 40 à 50 kunnen opleveren. Onder dat hoge drukgebied boven Zuid-Europa, oranje kleuren, daar is het droog en blijft het op veel plaatsen ook droog, met dus vrij veel ruimte voor de zon, maar ook wel gebieden met wat hardnekkige mist. Pakken we dan de eerste week van februari erbij, dan zien we dat dat hoge drukgebied boven het zuiden van Europa zich langzaam wat begint op te schuiven richting onze omgeving. En daarin heerst best nog wel wat onzekerheid. Heel veel berekeningen laten dat hoge drukgebied namelijk boven onze omgeving liggen. In dat geval wordt het heel rustig weer, overwegend droog, met ook ruimte voor de zon, maar wellicht dagen met laaghangende bewolking of mist, dus echt grijze dagen. Nou, en in het geval van dat het opklaart, kan het dus ook een aantal graden gaan vriezen onder deze omstandigheden. Maar er zijn ook een paar berekeningen die dat hoge drukgebied veel noordelijker berekenen richting Noorwegen.
In dat geval zouden wij meer met een oostelijke wind te maken krijgen, met de aanvoer van juist veel koudere lucht, die dan weliswaar veel verder naar het oosten weg is geblazen. Die kou moet dan eerst zich weer een beetje opbouwen en onze kant op komen. Dan ben je altijd alweer een paar dagen verder. Maar er zijn dus een paar berekeningen die er wel redelijk winters uitzien voor de termijn van begin februari. Maar overal lijkt dat hoge drukgebied vrij zuidelijk uit te komen. Ongeveer boven onze omgeving. En dat levert dus vaak wel mooi weer op, maar ook niet echt winterweer. Dat zien we ook aan de temperatuurkaart. Boven het oosten van Europa veel blauwe kleuren. Daar is het koud. Maar bij ons, ja, de rode kleuren worden wel wat minder intens. Maar het blijft toch vrij zacht voor de tijd van het jaar, gemiddeld genomen dus. Een paar koude nachten zijn evenwel mogelijk. Zeker onder dat hoge drukgebied als het opklaart. Zou het zomaar eens een keer min 4 of min 5 kunnen worden. Puur omdat de lucht dan echt uitstraalt en heel snel kan afkoelen. De nachten zijn natuurlijk ook nog lang. Dus dat is allemaal vrij eenvoudig in deze tijd van het jaar. De week daarna, de tweede week van februari, dan zien we nog steeds dat het hoge drukgebied prominent aanwezig is boven Europa. Maar dat zou zich dan langzaam wat meer richting de oceaan moeten gaan verplaatsen. Nou, in dat geval krijgen we een soortgelijke situatie misschien als afgelopen week, waarin er meer een noord- tot noordwestelijke stroming opsteekt met wat koudere lucht, maar ook onstabiele lucht. En dat levert dan buien op, wellicht winterse buien en als die 's nachts vallen misschien dus ook wel een keer sneeuwbuien. We hebben het de laatste dagen veelvuldig gezien in ons land. Nou, de temperaturen waar we dan bij moeten denken, die liggen dan rond of nog altijd iets boven gemiddeld. Maar er zijn wel wat plekken in Europa, zoals Frankrijk, maar ook wat dichter bij huis, die wat meer rond normaal uitkomen. Dat zijn wel signalen dat het allemaal wat kouder kan worden op de lange termijn. Nou, de echt koude lucht bevindt zich dan toch nog steeds wat meer boven Oost-Europa. En het is maar de vraag of ons dat nog kan bereiken. Het lijkt onwaarschijnlijk met de huidige kaarten zoals de verdeling is. Maar je kunt het ook niet helemaal uitsluiten. De samenvatting dus voor de komende weken. Ja, het is koud geweest, maar de komende tijd neemt de kans op winterweer toch echt flink af. Zeker na het weekend. Daarbij wordt het volgende week veel natter. En op de lange termijn, als het hoge drukgebied boven onze omgeving komt te liggen, kunnen met name de nachten wel weer wat kouder worden. Ik wens u een goed weekend.